Beste kijkers, goedendag. We staan aan het begin van toch wel een belangrijke weersverandering, want het wordt ja, een heel stuk zachter en er komt regen, zeker niet onbelangrijk eind van de middag en begin van de avond trekt er een actief regengebied over de regio. De wind gaat force in kracht toenemen en nogmaals, het wordt een stuk zachter, voorlopig geen force meer in de nacht en ochtend. Ik kreeg gisteren een fraaie weerfoto binnen. Van Tonnet en Brinken. Moet je kijken wat een prachtig avondrood. Ja, wellicht misschien hier nog een buitje te zien. Die valt uit die hoge bewolking. Maar de neerslag die kon de grond niet uh, bereiken op dat moment. Nou, kijken we nu naar het uh, weerbeeld. Ja, zoals het er nu naar uitziet uh, in onze fraaie polders. Ja, dan hebben we te maken met een zwaar bewolkt weertype. En dat blijft ook voorlopig zo. Het is echt een beetje droevig weer. Je kan merken dat we in de decembermaand zitten. En de bewolking wordt eigenlijk alleen maar dikker de komende uren al. Want dan krijgen we te maken met een neerslaggebied, een regengebied beter gezegd. Dat trekt vanuit het zuidwesten de regio binnen. En dat gaat dan zo ja, over ons land naar het uh, noordoosten trekken. En ja, de meeste regen die wordt verwacht in de avonduren. Ik heb hier de kaart voor vanmiddag. Je ziet hier de regen vanuit het zuidwesten de regio binnenkomen. Het gaat dan eventjes flink doorregenen ook. Er kan makkelijk zo'n 5 tot ja, misschien wel 8 mm neerslag vallen. De temperatuur die loopt heel langzaam op naar zo'n 6 à 7 graden. Kijken we naar vanavond, dan is heel belangrijk de wind om die eventjes apart te noemen. Daarom zet ik er maar even een windfaantje bij. Windkracht 7 op het IJsselmeer. Ik denk hier in de polders ja, een krachtige wind, windkracht 5 of 6. De regen trekt aan het begin van de nacht wel weg naar het Noordoosten. En misschien valt er daarachter nog een losse bui. En let dus op die temperaturen, ongeveer een graad of 8. Dus het is echt een heel stuk zachter dan de laatste tijd. Dat zien we ook voor vannacht. De temperatuur komt niet lager uit dan ongeveer een graad of zes. De wind neemt iets af en die gaat dan meer ruimen naar het zuiden tot zuidwesten. Ja, dan morgen overdag, de zaterdag, die valt wel mee. Uw kerstinkopen kunt u rustig doen. Want uh, ja, het meestal is het droog, slechts een enkele bui. Temperaturen een graad of acht. En met wat geluk ziet hij zelfs af en toe nog even de zon door de bewolking heen komen. Nou, de komende dagen is het voor een weerman uitermate saai weer. Het is overwegend bewolkt. Soms een zonnetje. Van tijd tot tijd valt er wat regen of een bui. Met temperaturen van zo'n 7 à 8 graden. Ja, en de wind duidelijk minder in ieder geval dan vanmiddag. Want dan hebben we toch wel op het IJsselmeer of vanavond een uh, zuidoostenwind en windkracht 7. Ik wens je nog een prettige dag toe en heel graag tot morgen.